deze nieuwe video zorgen ze op de achtergrond ook nog steeds lekker druk. Zoals jullie zo in ieder geval kennen. Ja, dan zei ik de video om een beetje ook een klein beetje opvulling te maken aan de tijd dat ik op 1 en 2 februari helaas niet heb gestreamd. Ik kwam niet helemaal met de video's. Dat was mijn vorige video ook, van de korte baan. Helaas heb ik toen niet meegetlest, dus dan moet je dan maar even wat horen. In ieder geval, dit is een kort ritje. Wij gaan van op de Isle of Wight, heb al heel lang niet meer op gereden. Ik weet niet eens of ik wil streamen überhaupt op heb gereden. Misschien een keer doen. Maar goed, misschien heb ik ook een keer gedaan. Even kijken, dan gaan we van Wright Pierhead gaan we naar Shanklin. 8 mijl, niet veel, 7 stations. Dan gaan wij op de Isle of Wight gaan wij een ritje doen. You add here to your timetable today as you are on the review. Drive from Wright Pierhead to Shanklin, making passenger stops at each station on the way. You will fail if you leave. If you finish your passenger loading late for any stop, leave right at 8:15:49. Jesus. Nou, dus wij gaan ongeveer over een minuutje vertrekken. Dus we doen even de pauze er vanaf. Nou, dan gaan we dat doen. Nou, welke hebben we bij ons? De Class 483 is een ex-subway car van de Underground. Hij is volgens mij in rood gespoten. Of hij is nog in originele Londen treinspoortleur. Dat kan ook. Ik denk het wel. Maar goed. In ieder geval, die hebben wij. Detaillering is, ja, laten we zo zeggen. Detaillering is wat je verwacht in 2012-2013. Maar in principe, je ziet wat het is. En het is prima voor wat het is. Dus, let's go into forward. And then releasing the brakes. And then driving on. Een EMU. Dus, begin your journey. Complete passenger loading at 1551 and St. John's of 1554. Je hoort voor gelijk dat ding pompen. Ik heb het kaartje ook even aangezet voor jullie. Dan kunnen jullie ook het kaartje volgen. De snelheid zal niet hoog zijn vandaag. Maar dat hoeft ook niet. Let's go 20 miles an hour, blistering speed. Verder aan de remmen, maar dat valt nog wel mee. Als je vergelijkt dat dit een oude route is, volgens mij constant meer dan 60 heeft, dat 93 fps nu. Mijn monitor niet 93 aan kan. Eens kijken, 3D tracks. Er was nog wat in die tijd. Je ziet wel hoe ze gelegd zijn in kleine bokjes. This is Wright Esplanade. This train is for Shanklin. Next station, Wright St. John's Road. Of zoiets. Ik weet niet of ze daar om roepen doen of niet. Great start, carry on to St. John's Road. Mooi.
gaan hier eigenlijk altijd over het linker spoor. Je gaat hier bijna nergens rechts, omdat je namelijk... Oh nee, je komt wel uit die tunnel aan de rechterkant. Maar je gaat namelijk op de pi eigenlijk voor de andere kant. Ik zweer dat mijn lamp gewoon staan. Het is een mogelijkheid dat je in deze route heel veel zwevende dingen ziet, zoals dat zijn dat zweeft, bijvoorbeeld stukken sporen waarvan de grond zeg maar weg is gezakt. Dat heeft toen ooit allemaal in een Train Simulator update is dat geweest. Omdat het gewoon ja, default is en ze hadden daar wat aangepast in de stijl van de game ofzo, of het aanpassen van de game. Want ergens in 2014 al. Dat zijn emotioneel nooit gefixt, want dit was een van de eerste routes. Misschien wel de eerste route, zover ik laatst heb gehoord. Zou dit waarschijnlijk ook de eerste route kunnen zijn geweest. En dat is op zich wel vrij leuk. We zijn bijna te laat, maar goed. We mogen zo 45, jee! We zijn er. Een depot met wat meer treinen. Nou, begonnetje. De AI. En natuurlijk wat signals. Well done so far. Complete your passenger stops at Smallbrook at 1557 en Breding by 16. The next station is Smallbrook Junction. Change here for Steam Railway. Dit was dus een van de eerste routes die ooit gemaakt was. Hij is toen een keer volgens mij opnieuw gemaakt. Voor Railworks. Ik dacht dat deze origineel Rail Simulator zelfs was. Het is op zich ook niet een gigantisch grote route zoals je kijkt voor bouwen. Aan nauwelijks bijna 40. Dit is de hele route. Dit is de Steam Railway hier wat naar links gaat. En we gaan richting zuiden is onze railway. Hij ging veel vroeger. Vroeger ging hij veel verder dan Shanklin. Maar ja, er waren geen passagiers en... Laten we zo zeggen, alleen maar toeristen maken hier gebruik van. Dacht ik hoor. Lokale mensen kunnen dat ook, maar we zullen dat wel zien. This is Smallbrook Junction. Change here for Steam Railway.
emergency brake. Min 1. Anyway. Tamo wel prima. Maar hier is de steam railway. Steam railway zelf kan hier keren. Als die zeg maar moet gebruik maken, dan stopt die voor dit sein. Deze seinen staan er bijna altijd op, ja, rood, geel, omdat die nooit over de hoofdlijn gaat. Zover ik weet van de informatie. You complete your passenger stop in time, keep it up, okay. This train is for Shanklin. Next station, Braiding. En dan gaan we. Op de kaart volgt die lijn ongeveer net helemaal, maar een beetje schuin. Dat is niet slecht. Mooi cloudy. What the limit coming up? Is sterk, deze daling. Je moet het niet onderschatten hoor, deze kleine routes, deze oude routes. Er werd toen nog wel aardig fiers gereden. En soms rijden wij in ieder geval op de streams, rijd ik soms in ieder geval wat concentratief misschien vanwege de different braking systems. De ene keer pakt de rem wel goed, de andere keer niet goed. En ik krijg zoveel verschillend materieel dat je ondertussen niet meer weet wat wel en wat niet goed functioneert. En in deze tijd dat ik eigenlijk deze route deed, reed ik eigenlijk, ja, eigenlijk alleen maar voor mezelf. Ik reed dat niet dagelijks. Ik doe niet dagelijks trainsim. Eigenlijk tegenwoordig trainsim doe ik eigenlijk ook niet dagelijks mee. Ik doe meestal trainsim tegenwoordig eigenlijk alleen maar wanneer ik streams voorbereid en streams doe. Ik doe meer trainsim World. Een beetje daar een beetje de mastery een beetje te halen en daar een beetje in op. Ja, ja. Er zijn genoeg mensen die trainsim World absoluut niet leuk vinden. En ik vind het op zich wel leuk om te doen. Maar je moet gewoon je eigen opinie moet je ervan maken als jij zegt zo van ik vind het heel erg leuk om trainsim World te doen. Nou, lekker trainsim World doen. Beep. Squeak. Rattle. Wat het ook allemaal is. P
Redding Station, vroeger tweesporig, tegenwoordig één spoor. Andere poren is verlaten. Wat volgens mij nog wel bijgehouden, zo te zien. Ladies and gentlemen, this station is Breding. Ik ben nog volledig een minuut te laat, maar goed. Het zet toch, aardig strak. En we hebben nog Sandown, Lake en Shanklin. Good work. Your final timings are Sandown 16-6, Lake 16-10, check Lindy. Oké. We zullen het wel zien over het halen. This train is for Shanklin. Our next station is Sandown. Maar je zag, we hadden niet alle punten, we hadden penaltypunten. Wel nog een vinkje. Maar we hadden penaltypunten. En dat is ook één ding wat ik op zich wel beter vind dat Train Civil, dus je krijgt geen minpunten. Je krijgt gewoon minder pluspunten. Dus zeg maar de penalty points, wat je normaal zou hebben. Zodra je gewoon bij 0 zit, krijg je gewoon geen punten voor een stop. Of als je te hard gaat of wat dan ook. Maar dat heb ik allemaal uitgelegd in mijn Mastery UI video van Train Sim. Die moet je maar kijken. Ik zal even kijken of ik video's kan linken. Dat kan wel, maar ik vergeet het meestal. Dat ik deze video's maak en dan render ik ze en dan upload ik ze. Ben ik wel mee klaar. Nou, misschien moet dat wel vaker. Maar goed, laten we even wat harder gaan rijden. 1x1 bel naar Sandown. Ja, ook één ding waar ik jullie trouwens nog even over mee wil hebben, of in ieder geval wil berichten in deze video. Het kan zijn dat binnenkort, na uitkomst van deze video, dat best wel kan zijn dat misschien hier en daar misschien één of twee video's wegvallen. Of iets anders als het mij niet helemaal lukt om op tijd thuis te komen. Of misschien dat het inderdaad niet helemaal goed, niet helemaal lekker gaat of zo met opnemen of iets. Of misschien heb ik zoiets van dan dat ik multiplayer niet meer opneem, dat kan ook. Dat mij aardig wat werk. Het kost me aardig wat werk om het nog te verwerken. Maar op zich, het is wel leuk om te doen, maar het kost gewoon veel werk. Dus het kan best zijn dat ik mijn eigen video's doe tot mijn eigen streams. En een 15 wel, in de limit. En een 10. Tot mijn eigen video's en dan misschien hier en daar een extra video voor deze. Om deze een beetje de extra video's een beetje gewoon YouTube een beetje wat aan de gang te krijgen. En die video's gewoon ook Nederlands houden. Misschien met een vlugje Engels, omdat het bij mij toch automatisch gebeurt wat ingooien. Ik merk dat bijvoorbeeld de farming. Ik merk dat bijvoorbeeld de farming video's niet echt super duper functioneren. Andere wel. Maar misschien doe ik ze alsnog uploaden op zich. Ja, kost mij weinig om te importeren en te verwerken. Maar ongeveer zo'n 10 minuutjes. Maar ja, het is toch wel weer 10 minuutjes van de andere dingen. Maar goed, we zijn er. Sandown. Ladies and gentlemen, this station is Sandown. We zijn er alweer bijna. Sandown heeft ook een pier. En zee, kijk. Zee, een pier is niet gemodelleerd, maar goed.
zover hoef je niet. Maar als je kijkt, moet je eens kijken hoe verder gebouwd is gewoon. Veel meer dan tegenwoordig. En ondanks dat, hoge FPS. Maar ja, dat heeft te maken met de gebruik van assets. Want zoals je ziet eigenlijk... is dit een 3D-boom. Dat dit een 2D-boom zou zijn. Maar dit is een 3D-boom. Maar zoals je ziet eigenlijk de meeste andere... zoals je ziet ertussen staat... Kijk, het is een 3D-boom, maar ook alleen naar bovenin volgens mij. Of het is een 2D-boom, 3D-boom, dat kan ook. Maar goed, in ieder geval zo help je FPS. Passages get off and on at sundown within the timetable proceed to lake. This train is for Shanklin. Our next station is Lake. Please excuse the speeding. An emergency brake. Nou. Ik wou eigenlijk een beetje te proberen om alle puntjes te halen. Maar zoals je ziet, dat is bij dat ene station al mislukt. Dus ik doe het niet eens. Dat is ook één ding waar je tegenwoordig in deze trainzin niet voor moet doen. Want er zijn gewoon een aantal scenario's die zijn gewoon broken. Bijvoorbeeld op de ICML met de class 800. Daar kun je maar maximaal 800 punten halen. Als we dat voor de leuk of voor de grap hebben gedaan. Maar je kunt geen 1000 punten halen. Misschien Gold Star. Dus ja, die timings zijn altijd een issue geweest. Zelfde met Trains in World. Als ik daar heel even kort over zeg. Zo van, alle tijden zijn daar gemaakt zonder safety systems. Dus als je wil voor Gold wil gaan, hou je aan de line speed en niet aan je safety system speed. Het is gewoon tegen de neetje in wat ik eigenlijk doe. Maar goed, dat is wat anders. En ja, voor dit... ja, probeer zo goed mogelijk te rijden. En doe het niet voor de punten. Doe het gewoon zonder punten. Maak desnoods een kopie van dit scenario. Van een courier scenario. Change een beetje de weather of zo. Voor een AP weather variant die je leuk vindt. Want sommige weather packs die zijn heel erg leuk. Dit is AP weather trouwens, zo te zien, omdat dit default weather is. Default weather wordt overschreven door AP. Ladies and gentlemen, this is Lake. Please alight here for the sea. Dan moet je eens kijken. Het is hier prachtig, maar hier is gewoon die. Het is gewoon de cabineraam die ook een beetje echt grijzig is. Toen kon je niet echt glas maken, dus hebben ze volgens mij gelijk het directe glas gebruikt. Welcome to Lake. Deze bus is voor Newport. Die is wel erg ver weg. Van een Riva-bus. Maar ik waar nog modern. We zien het wel. Deze kat is voor Ride. Hoeven ze nooit te veranderen. Ze gaan alleen maar heen en weer. Deze gaat altijd uphill, die andere gaat altijd downhill. De Lake stop is complete. Successfully, je final stop is Shanklin. Ladies and gentlemen, this train is for Shanklin. Our next station is Shanklin. This train terminates here. Please all leave the train and take all the belongings with you. Thank you for riding with Island of Wight Railways. Oftewel tegenwoordig eigenlijk de Island Line.
zijn er bijna. De meeste scenario's van dit die gaan op en neer op de lijn. Dat het een vrij korte rit is. Dus het is maar van 14 of 15 kilometer. Dan zo te zien maar 14, zo te zien maar 13 of zo. Maar zoals ik al zei, dit station, vroeger ging dit al veel verder door nog. Kun je ook een beetje zien als je op de kaart kijkt. En als je op Google Maps kijkt, kun je ook wel zien dat die eigenlijk doorging. Volgens mij zijn er nog afbeeldingen te vinden van hoe ver die doorging eigenlijk altijd. Ladies and gentlemen, this is Shanklin. This train terminates here. Please all leave the train. Ja, maar hij ging vroeger zoals je ze zag. Hij gaat daar gewoon die kant op. Maar goed, laten wij netjes gaan stoppen vlak voor het einde. Screenshot. Thumbnail misschien. Nou, ik hoop dat jullie genoten hebben van deze kleine korte video. En wat er verteld is natuurlijk in de video. Ik hoop dus inderdaad, zoals ik al zei, meer van dit soort video's te maken. Gewoon, ja, gewoon directe YouTube-video's. Niet altijd direct met de stream. Gewoon even lekker rijden. Gewoon even lekker wat praten. Als je eventueel onderwerpen hebt waarover je wilt praten of waar ik over moet antwoorden. Laat ze achter in de comments. Ze moeten wel redelijk zijn natuurlijk. Als er comments zijn die niet redelijk zijn, die worden verwijderd. Als er ook geen comments zijn, ook helemaal prima. Dan praat ik altijd over de comments. Dat is iets wat jullie zelf willen doen. In ieder geval voor nu bedankt voor het kijken. En in ieder geval, well done, you completed the scenario. By finishing your passenger stops in time, you have shown that you can adhere to a timetable. Your reviewer is very impressed. En ik heb toch wel meer punten. Maar in ieder geval voor nu, bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer.